Museum Saanstein in Voorburg is sinds kort een kunstwerkrijker winterlandschap van de Voorburgse kunstschilder Barend Brouwer. Maar voordat het geëxposeerd wordt, wordt het eerst nog gerestaureerd door Barbara Suzijn. En bijzonder is dat het publiek 2 dagen kan meekijken bij de restauratiewerkzaamheden. Wat ik nu doe is het oppervlaktevel verwijderen. Dat is in dit geval heel veel nicotine, dat is aan de kleur duidelijk te zien. Dat moet ik eraf halen voordat ik de vernis verwijder, want geen enkel oplosmiddel wat de vernis zou oplossen komt door de laag nicotine heen. De nicotine is alleen maar op te lossen in een waterige oplossing en een vernis verwijder je in een alcohol, daar hebben we een heleboel soorten voor waarvan uit we kunnen kiezen wat het beste is per schilderij. Maar je moet altijd eerst de nicotine eraf halen, anders krijg je de vernis totaal niet opgelost.